en ik ga Stan naar het vliegveld brengen, want die wilde weer gaan werken. Neem ik maar even afscheid van je moeder, zo'n kroel en een kus. Ja, wij zijn bij Aquamichas. Goed gewerkt. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En het is redelijk vroeg. Niet heel vroeg. 7:30, 8:00. 8:00. En ik ga Stan naar het vliegveld brengen, want die wilde weer gaan werken. En die moet ook gaan werken, want dat is hard nodig, omdat ik hier ben. Vond je het leuk? Ja. Ja? Heel leuk. Dat is lang geleden dat hij... Ja, alleen mijn schouders nemen we af. Ik zou jullie de beelden besparen. Maar... Ik heb nog gezegd, niet te veel in de zon. Ja, wist ook, dat zei hij, dat is wel. Ik snap bezig. Het hoor. Ja. Dat was bij mij ook altijd vroeger. En de zon is nou eenmaal heftiger dan vroeger, hè? Dat weet ik niet. Ja, door de ozonlaag. Nee, nou, dat weet ik allemaal niet. Maar je zit wel gewoon lekker heel dag in het water. Ja, dan gaat het hard. Ja. Vroeger deden wij ook gewoon vervellen. Ja, zeker weten. Ja. Ik denk dat 100 jaar geleden mensen ook al deden vervellen. Maar toen gingen ze niet met de blote bast in de zon, denk ik. Nee, met de haren. Dat is allemaal haren. Ja, dat is overal haren, ja. Weet je hoe dat komt, dat mannen meer haar hebben dan vrouwen? Nou, vertel het eens. Weet jij dat, Sophie? Waarom mannen meer behaard zijn? Genetisch bepaald. Ja, vrouwen die zijn allemaal gaan breien en zo. En die zorgen voor de kleding en die hadden veel eerder kleren aan dan mannen. Dus mannen worden later ook kaal. Dat is niet waar, hoor. Dat kwam een keer heel lang geleden, toen ik nog een kindje was bij... Fabel of Feit of zoiets. Ja, bij volgens mij een klokhuis of jeugdjournaal of zo. Maar ik ga Stan even wegbrengen. En dan kan hij vanavond nog een keteltje maken in de ijskeuken. Want we krijgen te horen dat het ijs toch heel hard gegaan is de afgelopen dagen. Zeker gisteren was het heel goed weer in Nederland, toch? Ja, voor ijsjes. En jeugdrollen. Dus wij gaan rijden. Ja. Ja? Even afscheid van je moeder. Goeie uitspraak. Neem ik even afscheid van je moeder, zo'n kroel en een kus. Is dat leuk? Mama niet denk. Jawel. Kom jullie uitspraak. Nee, doe maar. Nou. Ja. Kijk. Nou, leuk dat je er was. Oh, nou, die is wel veel groter dan jouw... Ja, dat is niet normaal, hè. Nee, het is ook leuk dat hij er nou ook was. Dat we hem kunnen laten zien. En dan, Dat was de eerste keer dat hij hier was. Nou, het is nog niet geweest. Nee. Die komt met Teddy over een paar weken. En dan ook Devin. En Devin? Devin. Ja, ja. Merel. Dan gaan we Devin ontmoeten. Ja. Ja. En nou. Het is ook leuk dat ze... Stan die komt altijd vaak in de zomer. En Nout ook. Alleen als het mooi weer is en je kunt zwemmen. Dan willen zij komen. Nou, iedereen heeft natuurlijk zo zijn ding. Dan gaan we naar de nummer 4 van het Europees kampioenschap. Ja, gedeeld, hè? Nou, gedeeld 3 dan. Maar eigenlijk 4, want Engeland spreekt gewoon. Nee, dan heb je toch. Ja, dan is het toch waar Spanje van gewonnen het derde. Zo kijk. We hebben het vlaggetje nog op de bus zitten, dus. maar ik ga lekker rijden. Ja, we hebben een internet. Dat is echt heel irritant dit. Een internet. Die extra bakken. Ja, die heb ik hier achter. Of... Nee, je hebt nu de normale. Ja, dat maakt niet uit. Oh. Je pakt elke keer die extra. Ja, wij zijn bij Aquamichas en Maria. We zijn echt als eerste. We hebben een heel mooi plekje. We stonden mooi vooraan. We hadden een mooie parkeerplek. We zijn hier één keer eerder geweest en toen duurde het echt half uur voordat we een parkeerplek hadden. Half uur voordat we een mooi bedje hadden. En nu zijn we gewoon precies bij de opening. Een kwartiertje te vroeg. Ja. En we hebben hier een hartstikke leuk plekje met zicht op 3 zwembaden zo. 1. Daar voor Junio en hier de glijbanen. Nee. Nee, die ging niet. De draak is al heel lang. Oh, Junio, zullen we nu gaan naar van de draak? Nu is er geen rij. Ik wil ook van. Ja? Die waar ik en Marnie samen nog. Ja, maar gaan we nu van de draak eerst? Dat is nu geen rij. Die kan heel lang duren. Nee, ik wil wel met Junio van die andere. Ja. Even je pak aan doen dan, hè? Junio, gaan we dan samen van die wij gaan dus heel snel zwemmen. Nou, we zijn terug van een hele leuke dag bij het zwembad. Ik heb wel 50 glijbanen gehad, denk ik. Kinderen wel 100. Sophie, hoeveel glijbanen heb jij gehad?
Nul. Ik ben wel in het water. Ja, oeh. Sophie die zit, ik zal het scherm niet erop zetten, want die is met de salaris bezig. Zometeen klaar, moet vandaag. Ik ben al weg. Ja. En hoe heb ik verdiend? Kan gewoon vanuit Spanje, onvoorstelbaar. Dat kon vroeger niet, hoor. Nee. Hoe heb ik verdiend? Ze waren al bakken. Oh, hoeveel heb je Floor verdiend? Ja, die moet nog afbetalen bij ons, dus die heeft Oh, die moet nog wel afbetalen bij ons. Ik denk dat ze nou ver klaar is. Oh. Dus, ja? Ja. Hoeveel zou ik eigenlijk hebben deze maand? Ik heb het opgeschreven, 197 euro. Zo. Goed gewerkt, hè? Ja, de vakantie is begonnen, dus je hebt lekker veel gewerkt. En moet ik echt, ik heb 3 dagen deze vakantie weer vrij of zo. En niet eens op de verjaardag van Siebe heb ik vrij. Oh. Dus ik vind, ja, dan sta ik stand-by. Ja, dan ga ik eerst naar hem en dan als het goed weer is. Als het goed weer is, dan. Ja, ik sta stand-by om 3 uur of zo. Het zal zo nodig zijn, denk ik. Nee. En als het dan. Dat ziet er mooi uit. Dankjewel, ik ben matching met Lieve en Guusje. Ja, dat gaan we laten zien dan. Ja, iedereen zit een beetje te wachten totdat we kunnen gaan. We hebben om 8 uur bij een strandtent gereserveerd. En dan ga ik naar hem en dan ga ik naar. Oh, en de meiden zijn matching. Leuk hoor. Kom, leuk hoor. Heel leuk. Heel leuk. Is echt heel leuk. De matching girls. En Junior die gaat verhuizen. Die gaat naar de kamer van Stan. Die is hier een beetje aan het verbouwen. En. Oh. Nou, dat is netjes hoor. Leg het eens allemaal uit wat je gedaan hebt. Ik zie een zwaard achter de luxe flex. Of een schild. Daar ben ik eigenlijk niet zo heel blij mee. Dat is niet zo goed voor die dingen. Zie je, daar zit allemaal een beetje scheef. Dus doe die maar weg. Kun je ook in de kast doen, hè? Zo mooi voor zo'n kussen zo. Dan kan je hem ook goed zien. Dat is een mooier plekje. Want straks gaat hij kapot en papa heeft hij ook opgehangen, dus... Doe hem daar in de kast. En daar ligt jouw zwaard naast bed voor als er een boef komt. Hè? Nee. Kun je dan beter het schild ook gewoon naast bed zetten dan? Stel dat er een boef komt. Dit kan ik dan zo en als er een boef komt, kan ik dan... Ah! Ah. Toch? Ja, dan kun je hem pakken, hè? Nee. Nou, een flesje water voor als je s'nachts dorst, hè? Ja. En ik moet het nog een beetje uitleggen, hè? Ja, oh ja. Nou, leg het maar uit. Hier heb ik tennis. Oh, tennis ook dit. Pokémon kaarten? 4. Dit is ook een wapen. Oh, dat is ook een wapen. De schild die ik op mijn arm kan doen. Ja. Dat is een geheim schild. Dat is een schild met superkracht. Vuur. Superkracht. Vuur. Ja. En dan heb je jouw kast, jouw trofeeënkast. En dan komt het ringetje vanaf. Sorry papa. Dat maakt niet uit, dat kan ik wel even maken. Dat gebeurde net ook. En wie had hem toegemaakt? Ik. Oh, nou. Als jij even filmt, dan ik hem maak. Oh ja, een bandje van Gesmeermis. Bal. Voor die tennisracket. Oh ja. En het knuffeltje van Wallerie. Oh, die is hier blijven liggen van de vorige vakantie. Ja. Hoi. En onderzetters. Oh ja, pak. Ja, daar zie je te warm voor, hè? Voor Spider-Man pakken en zo, hè? Okay. En nog een zwaard. En de helft. Oh, en een duikbril. Oh, en een schild? Nee, die is een wapen. Ook al een wapen. Het wapen van Jay. Oh, en wie is Jay? Een blikseminja. Van Ninja Go. Die kan zo met zijn gouden wapen. Ja, dan is hier, zitten ze lekker, de meiden lekker te kletsen. En te appen. Ja. De meiden. Zet u zo de airco uit, want die hoeft niet aan als we er niet zijn, hè? Het is avond en wij zijn terug van het strandtentje. En wat willen ze nu nog doen? Zwemmen natuurlijk. Maar er is er nog geen één. Mardi, ging jij nog zwemmen? Ja. Nou, gaat dan. Ja, en Mees. Kwam Mees ook nog zwemmen? Ja. Doe als je dingen uit dan. Nou, spring er lekker in. Heb je bikini al aan? Nee. Oh, jo, spring light, mee in jurk. Late night. Skinny dipping. Skinny dipping. Nee, bij junior is het gisteren gehaald. Dat weet ik. Ik doe dat ook graag. Oh,
moet voor eventjes maar is het nog een taakje voor jou? Nee. Even foto's maken van de pop. Ga je mee? Van de ja. Film. Oh ja, ja, ja. Ja. En dan zit de dag weer op, Jan. Ja. Ja, de pomp is kapot van het zwembad. Dat is als je tweedehands huis koopt natuurlijk. Dus we hebben er al meer. Er is al een nieuwe motor opgezet. En nu is nog een of ander filter ook lek. Dus we zien er echt mee af. Maar ja, dat hoort erbij. Dat zijn de nadeeltjes. Hier gaan we nog even zwemmen. En wij gaan afsluiten. Dus dit was een dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we het weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.